zijn op dit moment op weg naar een demonstratie melkveebedrijf net buiten Moskou, waar ze Nederlandse technologie demonstreren, waaronder een melkrobot en een geautomatiseerd veevoedersysteem. Hallo. Goedemorgen Jeroen, goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, prima. En bij jou? Ook goed, dank je. Hoe gaan de zaken? Ja, prima. Prima. Ja, we waren hartstikke druk, dus dat is fijn. In de zin van het boerenbestaan is het een normaal zuivelbedrijf. Alleen wat natuurlijk wat anders is of bijzonder, is dat wij hier 8 melkrobots hebben staan en een Juno feedpusher om het voer aan te duwen. Vooral sinds 2016-17 zien we een stijgende export van moderne technologie, maar ook de overdracht van kennis en praktijkgerichte trainingen is daardoor toegenomen. Deze boerderij, omdat die zo gunstig gelegen is, wordt door ons gebruikt als demoboerderij. En dus het is een centrale plaats waar we heel gemakkelijk andere mensen kunnen uitnodigen vanuit andere delen van Rusland of vanuit Moskou zelfs, om hier te komen kijken wat wij doen. Koeien zijn heel slim en binnen 2 dagen hebben de meeste koeien dat in de gaten. Dat zij daar naartoe moeten. En waarom? Nou, omdat in de robot wordt het krachtvoer wordt toegediend. En dat is voor hen erg lekker. Dat is een lokkertje. Dus ze weten precies waar ze dat moeten halen. En we hebben een soortgelijk bedrijf, ook met 8 robots. Hebben wij in Tomsk, dat is diep in Siberië, dat is tot stand gekomen met een zeer grote ondersteuning van onze ambassade. Als ambassade hebben we vooral een faciliterende rol om het bedrijfsleven waar mogelijk en waar nodig te helpen. Ik merk gewoon dat er in Nederland informatiehonger is. En dat kan informatie zijn over ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in de sector, maar ook subsidieprogramma's en dergelijke.